Zondag 4 juli houdt Juliana weer de jaarlijkse rommelmarkt. Normaal vindt die traditiegetrouw plaats in januari. Maar door corona verschoof de organisatie dit naar 4 juli. En die rommelmarkt is een begrip in Malwen en omstreken. Ja, klopt. Het is een begrip wat nou al voor de 29e keer gaat plaatsvinden. Een van de grootste rommelmarkten van de regio. Bijzonder omdat we daar met 150 vrijwilligers ongeveer aan werken. En alle opbrengsten gaan naar de voetbalclub en speciaal naar de jeugd van Juliana. Nou, we hebben hem nu moeten verzetten, een halfjaartje door corona, maar we gaan er een enorm feest van maken. Wat verkopen jullie zoal op deze rommelmarkt? Ja, dat gaat echt van sportspullen tot elektronica, van potten en pannen, tot speelgoed, tuinornamenten. Het is, het is heel divers. Ja, de afgelopen tijd hebben ze allemaal spullen kunnen inleveren. Hè? Jullie hebben speciale inleverdagen. Hoe gaat dat dan? Komen mensen hier met hun spullen gewoon naartoe en dan nemen jullie dat in ontvangst? Ja, alles wat bruikbaar is, dat verslepen we dan richting de kleedkamers. Tijdens de coronatijd hebben mensen met hun auto een bepaalde route kunnen doorlopen, waarin ze dan veilig het sportpark konden opgaan. En dan halen wij de spullen eruit en zetten ze in de goede kleedkamer. En vervolgens gaan we dit weekend alles hier op de goede plek zetten. Je zegt alles wat we verdienen aan deze rommelmarkt, dat komt weer te goede aan de club. Hè? Het is voor elke club natuurlijk moeilijker geweest, corona-jaar, hè? Minder inkomsten. Hoe belangrijk is zo'n rommelmarkt dan? Nou, los van de inkomsten is het gewoon heel fijn dat we weer met een grote groep vrijwilligers ergens aan kunnen werken voor de club. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En dat we straks heel veel mensen uit de gemeenschap hier weer hier kunnen treffen, dat doet heel veel goed. En dat sterkt je clubgevoel en dat geeft weer goede moed voor het komend seizoen. En de opbrengsten zijn natuurlijk heel fijn om wat te kunnen dekken van het afgelopen jaar. Ja, als we even terugdenken aan de beelden van voorgaande edities, hè, dan was het dringen bij de hekken en er stond een hele hoop grote groep al voor. Hoe hebben jullie dat dit jaar geregeld? We hebben dit jaar twee ingangen, dus we hebben meer ruimte om de mensen binnen te laten. En daarnaast zullen we op de grond wat markering aanbrengen om de afstand te kunnen waarborgen en zullen we wat hekken gaan plaatsen. En dit is het eerste evenement volgens mij weer in de gemeente Heumen. Dit is inderdaad de aftrap van het evenementenseizoen in de gemeente Heumen, kun je wel zeggen. Ja. De rommelmarkt bij voetbalclub Juliana in Malden is zondag 4 juli van 10 tot 3.